de Eemvallei. Het is genieten, zeg maar, volop van dit prachtige gebied. Wat is het mooie als we dat niet alleen voor deze generatie, onze generatie kunnen bewaren, maar dat we ook voor de komende generatie dat kunnen doen. Nou, en daar willen wij ons als Eemsnoer van harte voor inzetten. Het is prachtig dat mensen uit de verschillende dorpen en de stad Amersfoort gewoon met elkaar hier op deze boot vandaag vertegenwoordigd zijn. Dat ze met elkaar ook gaan netwerken, met elkaar in verbinding zijn. Door die verbinding ontstaan er initiatieven, ontstaan er samenwerkingen die zonder die persoonlijke ontmoeting die we vanavond ook met elkaar creëren, niet mogelijk zou zijn. Eemsnoer heeft te maken met de verbinding leggen tussen de gemeente en het cultuurhistorisch landschap behouden. We hebben de Arke Heemvallei, we hebben de Eemvallei. Om dat kenbaar te maken en het ook, nou ja, gewoon dat men ook weet dat het er is, maar het is onvoldoende bekend. Het is heel leuk om dit te doen en straks krijgen we dat boekje. En dat boekje dat heb ik inderdaad gemaakt, maar dat heeft te maken met die 6 gemeenten, hè, waar die de parels hebben, want het Eemsnoer wordt gemaakt door parels. En die parels hebben weer te maken met de gemeente en op die manier kunnen we dat dus verbinden. Dus er zijn een heleboel dingen om te ontdekken. Vandaar het woord ontdek het Eemsnoer. Dat is de mooiste kerktoren van Nederland. Ik ken eigenlijk alle rivieren in Nederland die bevaarbaar zijn, maar de Eem heeft echt mijn hart gestolen. Hier is helemaal een wetland weer gecreëerd. Dat was er vroeger ook, maar nu is het weer in ere hersteld. Er zijn kruiden verleden jaar naar boven gekomen, die hadden ze in geen 100 jaar gezien. Ja. En leeft het al een beetje, het Eemsnoer? Het begint meer te leven volgens mij. Je ziet meer en meer mensen toch wel zeggen, hey, Eemsnoer, kom me eerst bekend voor. Het is heel mooi ook. Ik vind totaal, het geheel is zo mooi, is gewoon een parel op zich. Ja, als je woont in Amsterdam inderdaad, in de stad, altijd herrie, drukte. Hey, hier natuurlijk kun je prachtig fietsen, wandelen, je kunt de duinen in, je kunt de baren, kun je prachtig wandelen ook. Hey, langs de Eem zo daar. Ja, ik ben hier enthousiast erover, want ik vind het een heel mooi gebied.